Mijn beste vrienden, all over the world, Paramaribo groet u met een boodschap voor onze minister van Economische Zaken, plus nog wat andere dingen. Minister, wij kennen in Suriname het fenomeen Ori-Chinees. Ja, u hoort het goed. Ori-Chinees. Dat wil zeggen spullen die goedkoop zijn en die arme mensen drie keer in de week kunnen kopen. Want de ene gaat kapot en dan koop je andere en die gaat ook kapot. En dan kopen die arme mensen nog één, want ze kunnen niet die dure kopen. En die derde, die houdt het even vol. En dan is het ook kapot. En op een originele manier zijn ze driemaal beroofd. Legaal beroofd. Terwijl ze geen geld hebben. Wat hebben jullie nou gedaan? Je hebt die Chinese rotzooi geïmporteerd om die mensen nog een keer uit te buiten. Ik zeg niet, Migudu, dat jij ermee begonnen bent. Nee, ik vraag dat jij gaat kijken zodat wij in Suriname, als we iets te doen hebben met het Chinese spul, dat het dan kwaliteitsartikelen moeten zijn die niet direct naar de deur kapot zijn. Ik heb een mevrouw gehad vorige week. Die mevrouw zei, oom Paul, wat gebeurt er met die mensen? Ik heb een rijstkoeker gekocht met een Chinees. En hij heeft het laten zien, het werd warm in de winkel. En ik kom thuis, ik zet hem een rijst op. Dat die Mireka rijst kwam. Nee, die rijst is niet eens gekookt. Maar het bleef wel warm. Hè? Maar wat heb je dan gedaan? Ik heb het teruggebracht naar de Chinees. En? Hij wilde mijn geld niet teruggeven. Eén djugo-djugo daar. Uiteindelijk heb ik die pan voor die deur van die Chinees kapot geslagen. Mevrouw, mijn cadeau. Ik ga het voor u aankaarten hoor, want ik krijg echt heel veel van deze dingen. Zo had iemand anders had een kraan gekocht. Mooie kraan man. En man kan ook zo. Apota kraan. Na 2 weken. A kraan het draait. Tiralilili. Nee, eigenlijk als kraan het draait. Tralala la 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 la. Oma je draait nog aan tapoe. Naar links. Tralala la la. Begreep u? Originees. En we moeten gaan oppassen in deze situatie waarbij mensen geen geld hebben. Dat jullie ze originele dingen voorschotelen. Want dan worden ze nog veel armer. Ze hebben al niet. Ze worden nog veel armer. En dat heeft die andere gedaan toch. Die regering van Burger Bouta heeft dat gedaan. En die Chinees hoor je niet. Al die dingen zijn origineel en we hebben die Chinees losgelaten op die arme bevolking om ze compleet kapot te roven. Dit is kwaadaardig. Dus, minister, ik vraag u, help ons met die originele dingen. Tapoe. Want als we het goed menen met elkaar, dan moeten we eigenlijk ons volk beschermen tegen dit soort kwakzalverij. Dankjewel, Omikudu. Lieve mensen, Paramaribo, groet u. Suriname, unite.